De strijd voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG lijkt wat te verharden. Gisteren werd in verschillende media gesuggereerd dat een hoog sterftecijfer bij kinderen die geopereerd werden in het UMCG misschien wel eens mee zou kunnen spelen bij het besluit om het kinderhartcentrum in Groningen te sluiten. Vanwege centralisatie van die specialistische zorg besloot de vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, dat Groningen en Leiden hun kinderhartcentrum namelijk moeten sluiten. Het UMCG is daar om verschillende redenen falikant op tegen. En dat deze cijfers nu in de media worden genoemd als mogelijk argument, zint het ziekenhuis ook niet. Omdat het artikel suggereert dat er in de operaties bij kinderen aan aangeboren hartafwijkingen in het UMCG, dat daar meer kinderen zouden overlijden dan elders. En ik denk dat we dat met kracht kunnen ontkennen. En niet zozeer dat wij dat ontkennen, maar ik denk dat al onze patiënten en omgeving erg gerust op kan zijn dat de inspectie voor de gezondheidszorg, die zoals u weet al heel lang betrokken is in die discussie over centralisatie en kwaliteit in de zorg, die houdt al jaren al deze getallen nauwkeurig in de gaten. Het is ook niet zo dat deze getallen gelekt zijn. Die staan gepubliceerd op een openbare website, dus die zijn voor iedereen toegankelijk, zijn ook al bekend. En de inspectie van de gezondheidszorg die kent al deze getallen, kent ook de achtergronden daarvan en is ook in deze discussie en ook nu recent weer tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van de hartzorg hier in Groningen uitstekend is. Dat bepaalde cijfers er soms niet goed uit lijken te zien, heeft volgens Berger een duidelijke reden. Nou, het is zo, dit gaat vooral over de operaties van jonge kinderen, pasgeborenen. En een van de punten die daar belangrijk bij is, is dat het kleine aantallen zijn in Nederland, in alle centra. En dat is ook de basis waarom we over die concentratie praten. En dat betekent als je kleine getallen hebt, dat als er één pasgeborene, één patiënt meer of minder overlijdt, dat dat in percentages een enorm verschil kan maken. En dat is de reden waarom, denk ik, nu in de getallen van Groningen 2021 dat percentage hoog is. Omdat we inderdaad, zeg maar, kinderen geopereerd hebben met hoge risico's. En dat daar in totaal 5 van zijn overleden, helaas. Berger heeft het liever over inhoudelijke argumenten dan cijfers die uit verband zijn getrokken. Zoals men waarschijnlijk weet, zijn we natuurlijk het heel erg oneens met het besluit dat deze zorg geconcentreerd zou moeten worden in 2 centra naast elkaar in de Randstad, Utrecht en Rotterdam. En wij zijn tot nu toe druk bezig om onze zorgen over dat besluit te onderbouwen met feiten zo goed mogelijk kenbaar te maken. Blijkbaar roept dat reacties op die over andere dingen dan de inhoudelijke zaken gaan. Maar ik ben met u eens, dat is niet de manier waarop wij daar over deze zorg en deze discussie over concentratie zouden willen voeren. Het gebruik van deze cijfers als argument kan ook serieuze nare gevolgen hebben. Ik denk dat het een hele slechte manier is om deze discussie te voeren. Op de eerste plaats omdat het enorm veel onrust geeft voor patiënten. Moet u zich voorstellen dat als u een baby heeft die de komende weken geopereerd moet worden hier in Groningen en je leest dit artikel, dan denk ik niet dat je daar heel gerust op bent. Dus daar hebben wij ons handen vol aan om dat met ouders ook te bespreken, de achtergronden te bespreken. En op de tweede plaats kun je voorstellen dat voor alle medewerkers van ons natuurlijk ook niet lekker nieuws is als dit zo in de media komt. En opnieuw, het is niks nieuws. Mocht het zo zijn dat wij allerlei zaken achter de hand hadden gehouden en dit komt nu naar buiten, ja, dan is het spectaculair nieuws. Nu is er geen nieuws en het is ook niet een issue van kwaliteit. Die is goed hier.